Welkom bij een nieuwe uitzending van Disha Media. Vandaag is het startsein gegeven voor de 10e kerstbrodenactie van Stichting Dunia. En ook dit jaar hebben er veel vrijwilligers en ondernemers ervoor gezorgd om 2000 kerstbroden te verdelen onder de ouderen. En natuurlijk om de ouderen lekker flink te verwennen. Veel kijkplezier! Mooie dag vandaag. We zitten vandaag hier weer in Weeshuizen Transvaal. Een plek waar de ouderen een mooie dag genieten. En wij zijn hier te gast om de 10e kerstbrodenactie van Stichting Dunia Nederland vorm te geven en met elkaar neer te zetten. Als bestuur zijn we hier weken mee bezig en we zijn gewoon ongelooflijk blij dat het ons gelukt is om het thema van dit jaar, namelijk de jongeren voor de ouderen, goed neer te zetten. Een heel stel jonge ondernemers die met elkaar zeggen: tuurlijk, daar gaan we voor, dat doen we. Want de ouderen verdienen onze aandacht. Ik kom in mijn werk, voornamelijk bij de gemeente Amsterdam, hebben we te maken met deze doelgroepen. En het probleem is zeer groot. Het is heel lastig eigenlijk. En heel moeilijk om te horen dat er bijna 1 miljoen ouderen zijn die te maken hebben met eenzaamheid. Dat ze geïsoleerd zijn en dat ze normaal, ja, als wij normale mensen sociale contacten hebben, dat deze ouderen totaal bijna niet geen sociale contacten hebben. Dat is eigenlijk zeer kwalijk. Deze oudere mensen die zijn de fundering van onze samenleving. En als je hoort dat deze mensen alleen zijn op zulke momenten, dan doet het pijn. Daarom kunnen wij met een hele kleine bijdrage kunnen we deze mensen steunen. Ik ben eigenlijk tweeledig. Ik sta met twee petten vandaag hier. Ik ben naast het ondernemerschap wat ik doe, ben ik ook ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. En niet alleen in Den Haag heb je deze twee thema's als belangrijk, maar ook in andere steden zien we dat gemeentes andere initiatieven ook organiseert voor de eenzame ouderen om armoede eigenlijk te bestrijden. Dus het is heel mooi dat Stichting Dunia dit ook organiseert. En het is ook wel heel mooi te zien dat jonge ondernemers dit keer ook aanwezig zijn, waaronder ik. En dit is de eerste keer dat ik ook meedoe met het initiatief. Na het horen van Stichting Dunia, waar zij zich voor inzetten, voelde ik me zeker aangesproken. Inmiddels hebben we de ambi-status bereikt. Nou, dat is toch ook iets waarvan wij zeggen, we zijn er gewoon ontzettend trots op. Ambi betekent dat wij een heldere bedrijfsvoering hebben, dat wij inzichtelijk zijn, dat u als sponsor, maar ook vrijwilligers, iedereen kan onze stukken altijd inzien. Het gaat niet alleen om het financiële, het gaat ook om de emotionele steun die je kan bieden. Het gaat ook om het feit dat je aanwezig bent. Deze mensen hebben niks aan geld, deze mensen die willen op deze momenten willen ze dat er iemand is die met hun kan communiceren. Daar gaat het gewoon om. Bij elkaar kunnen zijn. Nou, mijn naam is Rishmi Chotkin. Ik ben secretaris bij Stichting Dunia sinds de afgelopen 5 maanden. Ik ben gevraagd door de voorzitter Lisha Babulal om deelgenoot te zijn van Stichting Dunia. Erover nagedacht en toen dacht ik, nou, ik zie wel kansen. Ik zie kansen om de next generation hierbij te betrekken. Ik vind het heel erg belangrijk, ook mede omdat ik zelf ook nog jong ben en me jong voel, om jongeren te connecten met ouderen, om daar een brug als brug in te fungeren, zodat jongeren er ook een feeling bij krijgen en het belang ervan gaan inzien om ook maatschappelijk, sociaal betrokken te zijn bij onze ouderen. We hebben het vanuit de familie meegekregen, een stukje sewa. Mijn ouders zijn bij de mandi heel erg betrokken. Ik ben zelf betrokken als maatschappelijk hulpverlener sinds kort. Ik ben aangesteld als buddy. Wat inhoudt dat ik met een jongere of met een oudere die het nodig heeft, 1 keer per 2 weken op vrijwillige basis gewoon leuke dingen ga doen. En dat is mijn manier van sewa voor de maatschappij. Ik ben hier.
omdat Stichting Dunia zich hard maakt voor kerstbrodenactie, zijn er ook nog diverse andere projecten waar we ons om bekommeren en over buigen. Dat heeft te maken met vrouwenemancipatie, jongeren in hun kracht zetten, oudere vrouwen in hun kracht zetten, überhaupt vrouwen in hun kracht zetten. En door dat te bewerkstelligen, denk ik een goede toegevoegde waarde te zijn voor Stichting Dunia. Al vele jaren zet u zich hier enorm voor in. En daar wil ik u namens het gemeentebestuur voor bedanken. We hebben natuurlijk ook iets voor u meegenomen. Want voor vrijwilligers die zo lang zo actief zijn als u, kennen wij een onderscheiding toe om onze waardering nog eens goed te onderstrepen. Mevrouw Lucia Silawati Babulal Thakur, het is mij daarom een genoegen om te kunnen zeggen dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op grond van uw langdurige inzet als vrijwilliger voor onze Haagse samenleving u, Lucia Silawati Babulal Thakur, de stadsbel toe te kennen. Ik feliciteer u van harte met deze onderscheiding die ik u graag nu wil overhandigen. Ik wil alleen de gemeente Den Haag van harte bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. We gaan gewoon lekker door. En WZH echt Milobio. Hey, jingle bellwa, jingle bellwa, jingle bellwa bajela. Patti dahi wala budwa jhola leke bajela. Hey, jingle bellwa, jingle bellwa, jingle bellwa bajela. Patti dahi wala budwa jhola leke bajela. Ghar ghar ye aila, tofa baatela. Har bachcha chillave ki dekho Santa aagela. Har bachcha chillave ki dekho Santa aagela. Har bachcha chillave ki dekho Santa aagela. Aaja re. Toen ik het hier 2 weken terug bekend maakte dat er broden geleverd zouden worden en helemaal uitgelegd wat het project eigenlijk inhoudt, nou toen waren ze heel enthousiast. Wij vinden dat ouderen zeker met de feestdagen niet eenzaam mogen zijn. Onze ouderen die hebben vaak een AOW-gat. He, wij zijn later naar Nederland gekomen, we hebben niet vol die 40 jaren gehad, 50 jaar zelfs. Dus wij vinden dat jongeren altijd moeten zijn en moeten omkijken. En zeker in de maand december, de donkere dag voor kerst. Wij moeten gewoon ervoor zorgen dat u weet dat wij u niet vergeten. Ik weet het niet. Weet je, dames en heren, ik moet me herinneren aan mijn eerste zoen. Mijn eerste zoen met haar en die lach. Ja hoor, het is, men kijkt uit naar dit soort dingen. Want je ziet ook dat de mensen heel veel ook naar kerstvieringen gaan. Waar ze uitgenodigd worden, daar gaan ze naartoe. Dus het blijft niet bij 1 kerstviering van hun eigen club, maar ze gaan ook naar andere plekken. En dan nog met een gratis brood erbij. Ja, sommige mensen die kunnen misschien niet betalen, ze zeggen het wel niet, maar misschien kunnen ze ook niet zo'n brood betalen. Dus zo'n brood die ze krijgen is altijd meegenomen. U heeft zojuist gekeken naar een uitzending van Disha Media. Disha Media wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019. Tot volgend jaar!